over de rooien. Mehdi. Ja. Goedenavond, man. Goedenavond. Jij klinkt alsof je er zin in hebt. Ja, zeker. Hebben we een goede smoes bedacht? Heb je een goed verhaaltje? Ik hoop het, ja. In welke richting moeten we het zoeken? Heb je iets gesloopt? Heb je iemand geneukt? De tweede niet. Maar... ik heb wat gesloopt van hem, ja. Oké, we gaan je doorverbinden met Melvin, want dat is je slachtoffer. Maar dan wil ik eerst nog even weten hoe jullie elkaar kennen. Ik ken hem al heel lang. Ik ken hem al 16 jaar. Zo, 18 jaar. Basisschool, ja. Echt basisschool, zeg maar. Nee, van via werk en daarna blijven hangen als vrienden en vrienden en vrienden. Het is gewoon... we kennen hem nog heel lang met mijn broertjes en alles. Dus hij is een goede vriend van ons. Mehdi, als jij Melvin binnen 1,5 minuut over de rooie krijgt, dan zijn de prijzen voor jou. We bellen hem voor je en we bellen anoniem. En als hij vroeg, bel doe je het ook al gewoon ja zeggen? Ja. Oké, daar gaan we. Melvin. Hey Melvin, met Mehdi. Hey jongen. Hey, hoe is het man? Goed zo, met jou? Ja, nee, met mij wat minder goed man. Hé, hey, luister, ik heb net een rondje op die motor gemaakt. Ja. En ik heb een ongelukje gemaakt. Ik heb iemand aangereden en ik heb die motor daar gelaten. Oh, meen je? Ja man. En ik heb gewoon weggerend. En volgens mij ziet de politie achter me aan. Het kan zijn, de motor staat op jouw naam, toch? Ja, klopt. Ja, ik denk dat de politie straks bij jou voor de deur komt, man. Het is was gruwelijk allemaal. Dus ik heb boete op mijn naam staan en alles. En ik heb mijn rijbewijs nodig voor mijn werk. Dus ik dacht, als de politie komt, dan moet je zeggen dat jij gereden hebt. Ja, maar dat is ook zo wat, man. Wat? Dat is ook zo wat. Ja, hoe bedoel je? Ja, ik kan moeilijk zeggen, als ik een ongeluk heb gemaakt dat ik heb gereden, dan krijg ik al die gezeik, man. Ik heb sowieso mijn rijbewijs zelf ook nodig, man. Ja, maar waarom heb jij die kutmotor daar gelaten, man? Waar? Ja, die motor staat toch bij Milad? Ja, klopt. Ja, nou dan moet je toch die kutmotor niet daar laten? Ja, maar waarom ga je er dan op rijden? Ik bedoel... ga ik op rijden, je weet toch? Ja, tuurlijk, maar goed... Als politie komt, moet je straks zeggen dat jij gereden hebt. Ja, kerel, ik ga echt niet zeggen dat ik gereden heb, hoor. Dat ga ik echt niet zeggen. Ja, hoezo niet? Wat een lul ben je? Waarom niet? Ja, maar kerel, denk zo... Ja. Denk je dat wat ik moet geen ik rijbewijs nou denken? Dat is een kutmotor van jou, man. Door die motor kom ik in probleem allemaal. Jongen. En ik niet dan nu. Hè? En ik niet. Ja, jouw probleem. Jouw kutmotor heb je daar gelaten. Ja, ja omdat hij moest maken voor mij. Ja, fucking wat moet maken? Milad kan niks maken. Steeds voor jou dit maken, dat maken. Het is toch niet normaal dit, man. Jij legt jouw probleem bij mij neer. Wat zeg jij? Jij legt jouw probleem bij mij neer. Nee, niks ervan. Je hebt gewoon die kutmotor daar gelaten en altijd die problemen door jou. Door mij? Ik zei, jij pakt hem toch, kerel? Nee, niks dat jij pakt hem. Jij moet hem gewoon niet fucking daar laten. Ja, volgens mij krijg je hem niet meer terug ook. Want ik zit onder de bloed en alles en de motor is ook aan de kloten, man. Shit, man. Waar ben je nou dan, man? Ja, dat is niet belangrijk. Melvin? Ja? Je bent live op Radio 538. Het is een geintje. Ja, ik vond het wel een hele mooie, maar ook vooral dat jij boos op hem werd, Mehdi ook. Ja, tuurlijk, ja. Hoezo is het zijn? Nou ja, goed, dat doet er ook niet toe. Ik wil wel even naar de jury, want is het over, ik bedoel, Philip Jan? Ter vervanging natuurlijk van Glenn Session, die op vakantie is. Wat vind jij? Jij bent hier de man die de knoop mag doorhakken. Is het wel of niet over de rooie? Ik heb er wel om gelachen, moet ik zeggen. Nou, ik heb er ook om gelachen, wel een twijfelgeval, maar ik zeg ja. Prijzen! Ja! Gefeliciteerd, je wint een 3wkart.nl cadeaubon ter waarde van €50. 4 tickets voor Feest DJ Ruud presents Knaldival op 4 oktober in de Matrix in Nijmegen. En 2 tickets naar keuze op clubjudge.nl. Godsamme! En deze prijzen worden aangeboden door Clubjudge! Dus, was dat nog een beetje te verstaan? Ja, zeker. Veel plezier ermee en de motor is nog heel dus, hè? Ja, dat begrijp ik. Hier ik rijden. Over de rol.